Ik kan ook nooit meer dan één hoofdstuk doen. Dus het is zeker een aanrader. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag. Vandaag zijn we 19 november. Sowieso zie je ook altijd welke dag dat we zijn vandaag hieronder in de description box. Ja, ik ben ook aan doen, want ik ga straks zwemmen. En ik kan moeilijk daar helemaal in mijn zwemkledij verschijnen. Ik heb wel al mijn bikini aan onder mijn trui. Ik heb trouwens ook een beetje spierpijn van gisteren. Gisteren heb ik een hoofdstuk uit het Ring Fit Adventure gespeeld op de Switch. En ik kan je zeggen, in tegenstelling tot de Wii Fit is Ring Fit Adventure echt wel een hele workout. Ik sta altijd echt te zweten achter in één hoofdstukje van 8 minuten. Dus dat wil zeker wel wat zijn. Ik kan ook nooit meer dan één hoofdstuk doen. Dus het is zeker een aanrader. Echt waar. Dat is trouwens dat ding met dat rare squishy. Het spel met dat rare squishy stuur. En ja, het is echt mijn workout. Op de dag heb ik geen tijd om te zwemmen. Of maandag, woensdag of vrijdag, wanneer ik niet ga zwemmen. Kijk, dan om het zwemmen te vertrekken. Het is nu 9 voor 7, dus ik ga waarschijnlijk net te laat zijn voor het opent. Want het opent om 7 uur. Met de fiets zou ik er misschien wel nog graag, maar ik ben vandaag met de auto omdat ik nog ergens naartoe moet. Dus ik ga daar niet op tijd raken. Het is 7 uur, dus ik ga vlug in de rij gaan staan. Hey, het is nu 7:40 en ik ben net klaar met zwemmen. Ik heb denk ik iets langer over het haar wassen en het omkleden gedaan dan anders. Maar het is niet erg, ik moet eigenlijk pas om 9:30 in Kemmel zijn. Het heeft wel deugd zo zwemmen. Ik ben nu mijn horloge aan het zoeken met Fitbit. Ik heb mijn rugzak gesmeten voordat ik in het zwembad ging. Ik vind hem nu niet. Ik ben al een beetje vroeg. Het is nu 8:40. We zijn maar op een 9:30. Ik kan ondertussen ook mijn ontbijt eten. Misschien nog een boekje lezen. En iets tijdelijks doen met mijn haar ofzo. Hey, ik ben terug van werk. Het is 6:10. Ja, ik heb eigenlijk gewerkt tot 4:45 vandaag. Een beetje te lang weer. Maar er moeten echt nog een aantal verschillende dingen dringend gebeuren voordat ik weg ga. Al liefst vandaag of morgen nog. Daarna mijn werk ben ik vlug naar de kringloop geweest. Om te kijken of dat een ladekast was. Ze hadden momenteel geen ladekasten. En ik kon niet vragen of dat er nog een stok stond. Want die mens van de stok van de meubels was al weg. En ik heb gezien dat ze kerstversiering hadden. Echt super leuke kerstversiering. Maar die kerstversiering is pas te koop vanaf zaterdag. Dus zaterdag ga ik sowieso terug. Want dat zijn echt super leuke dingen. Normaal ik vanavond champignons saus eten met patatjes. Maar het gaat champignons zijn met saus zijn met spaghetti. Want patatten koken echt veel te lang. En ik heb echt geen goesting om daar nog op te wachten. Want het is nu 6:30. En ik moet nog bijna mee eten. Tijd voor een nieuwe pakje. Z. Robert T. Farmer.
Geen idee wat hierin zit. Oeh, daar ruikt het. Het is lavendel. Wat staat er niet op wat het is? Ga ik moeten aanvragen. Hey, ik heb redelijk veel hoofdpijn vandaag. Dus ik denk niet dat ik al zo lang ga lezen. Maar uiteraard wel. Even rond, ja. Het is een super goed boek. De 7 zussen. En ik wil hem graag uitlezen naar meteen eind van het weekend. Zodat ik nog genoeg tijd heb om thuisboek te lezen. Oh, het is er kou. Ja, uiteraard. Ik heb gewoon heel de dag mijn raam opengelaten. En ze hebben voor vannacht ja, temperatuur rond nul. Ja, tegen de hoek van mijn bed lopen. Auw. Ik besef dat dat waarschijnlijk niet de allerleukste vlog ging zijn. Maar ja, ik heb gewoon de hele dag gewerkt. En het was redelijk laat dat ik thuis kwam. Dus ik heb niet veel kunnen vloggen vandaag. Als ik nog een interessant stukje heb, ga ik hem eraan editen. Ik weet nog niet of dat ik dat zal hebben. Ik ga nu slapen. Ik ga nog een beetje proberen te lezen. Afhankelijk van hoe lang ik het volhoud met mijn hoofdpijn. Ik denk dat trouwens hoofdpijn is door vermoeidheid en een beetje stress van al het werk die opeens op mij afkomt. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie de volgende vlog weer. Doei!